Je huis ontwerpen in SketchUp voor schools voor de VR-game. Bij een ontwerpen maken we gebruik van de sneltoetsen. We gebruiken als eerste de R van rechthoek. En die rechthoek die plaatsen we daar. We gaan in het balkje onderin de mate doorgeven. Dus 400 cm bij 800 cm. Dus die tikken we even in. 400,800 cm, enter. En de maat is klaar. De volgende sneltoets die we gebruiken, dat is de F. En die F die staat ervoor dat er een rand aan de binnenkant komt. En ook die maat gaan we doorgeven. Dat is namelijk voor de muren 10 centimeter. Dus alle muurtjes worden 10 centimeter. De volgende die we gaan gebruiken: de volgende die we gaan gebruiken, dat zijn de lijn, de L. En daarmee gaan we een deur maken. Dus hier komt de deur. En we gaan ook nog ramen maken. Ik wil even mijn werkstuk even verplaatsen. Dat doen we met de hand, de H van hand. En daarna gaan we weer terug naar de lijn. En we gaan de muren, of de niet-muren, maar we gaan aangeven waar de ramen komen. Hier komen allemaal ramen. Hierachter komt nog een, een grote openstaande deur. Hier een paar smalle ramen en nog een keukenraam. Volgende stukje. We gaan er een muurtje bij plaatsen in de hal. En ook die kunnen we in het balkje hieronder aangeven. 10 centimeter bij 150. Kunnen we later nog allemaal veranderen. We gaan nu de muren omhoog trekken. De muurtjes gaan omhoog en die gaan naar 250 centimeter, dus 2,5 meter. Alle muurtjes gaan nu naar 2,5 centimeter. Waar ramen komen, daar moet je toch even geen muurtje plaatsen, uiteraard. Dus alle muren gaan omhoog. Hier laat ik je nog even zien dat je ook een uh, ander muurtje kan gebruiken. Het uh, puntje van een andere muur kun je gebruiken om de hoogte te gebruiken. En nu gaan we uh, onder de ramen de muren plaatsen. Dus de onderkant van de ramen komen hier. Oh, ik heb hier nog een foutje gemaakt. Ik, er moest nog een smal stukje tussen. Het keukenraam. En wat we nu gaan doen is het volgende. We gaan door naar de trap. De trap komt daar. Daar hebben we een schuine lijn voor nodig. En die lijn maken we natuurlijk weer met de L. De schuine lijn, die zetten we daar neer. En uh, de, uh, in de VR game kan je rustig tegen zo'n schuine lijn omhoog lopen. Dat is geen probleem. Dus je hoeft geen trapvorm te maken. Het kan ook gewoon op deze manier. Die schuinlijn trekken we naar buiten toe, dat de trap klaar is. We sluiten hem met het muurtje. Kijk, die kan je gewoon verder trekken. En als je die gesloten hebt, dan kan je daar weer een deur in maken door je twee lijntjes te gebruiken. En de muur naar beneden te duwen. Dan heb je een deur eigenlijk een deurgang. Oké, okay, we gaan nu de deur wat groter maken. En we gaan het trapgat even wat mooier maken. Dus we halen de trap een beetje naar voren. We halen een aantal lijntjes weg. Deze gaat weer weg, deze manier en het trapgat muurtje is dicht. Nu komt de keuken. De keuken die uh, heeft natuurlijk een blad met kastjes eronder en op dat moment heb ik hier dus een soort blad, maar het moest eigenlijk even de kastjes zijn. En daarna moet je eigenlijk even het blad er even in maken op deze manier en een plint. De waterbak moet erin komen, dus die hebben we ook met een rechthoek gemaakt. Uh, op dat moment gaan we de bovenkant van de ramen afmaken. En in dit geval maak ik er gebruik van dat ik dus het lijntje van de vorige keer wil overnemen. Dus je rust even op het laatste punt en op dat moment neemt hij dat stukje gewoon over. Dus hij, uh, je ziet met hulplijntjes dat hij dus naar de volgende toe kan gaan. Zelfs om de hoek hier. Dus om de hoek vindt hij hem op een gegeven moment en ook die zitten allemaal op dezelfde hoogte. Het plafond kan nu dicht. Daar gaat het plafond. En we gaan ook in het plafond uiteraard een trapgat maken. Nou, Dat trapgat dat maken we aan de onderkant. Aan de bovenkant werkt het niet, dus aan de onderkant werkt het wel. Daarvoor gebruik ik weer de lijn. Die plaats ik daar. En dat vlakje wat daar zit, dat moet weg. Dat kan je gewoon delete op je toetsenbord intikken. De muurtjes gaan omhoog, want ik heb natuurlijk een dakterras waar je niet af kan vallen. Dus op dat moment gaan alle muurtjes gaan omhoog en ook in dit geval zie ik dat ik de hoogte overneem van de zijkant. Oh, ik zie hier nog een foutje. Hier ben ik nog een muurtje vergeten. Die moet nog even omhoog. Ook deze weer met uh, op de hoogte van een ander muurtje. Nu ga ik schilderen. De B van brush. En brush is verfkwast in het Engels. De kleurtjes die kan ik gewoon kiezen, maar ik kan ook materialen kiezen en al die materialen zitten in dat tabblad. Uh, je ziet van alles aan uh, uh, stenen, kleuren en ook een uh, vloerbedekking. Carpet is vloerbedekking. Die pak ik. Ik kies even een leuke vloerbedekking. Pak deze. En uh, op dat moment kan ik ook nog even uh, boven op mijn terras stenen gebruiken. Dus kiezelstenen. Daar uh, pak ik die voor. En dan ga ik verder met de zijkanten van mijn huis. Nou, die krijg ik ook uh, mooie muren. Even kijken. Is alles nu klaar? Ah, nee, de binnenkant uiteraard moet ook nog geschilderd worden. Dus we gaan naar de binnenkant. Daar ga ik gewoon schilderen. Oftewel kleurtjes aanbrengen. En ik breng alle muren, breng even alle kleurtjes breng er aan, wat ik wil. De keuken moet ook geschilderd worden. Die wordt rood. Met een bruin blad. Dus daar is het bruine blad. En op dat moment gaan we nog even kijken of we alles hebben. Oh, de hal moet ook nog geschilderd worden. Hier is de hal. Daar moet ook nog een vloertje in. Daar is het vloertje. En als we dan verder gaan. Dan uh, ga ik exporteren. Eerst even opslaan. De dame kan nu weg. Opslaan als, save as. En op dat moment zet je daar je naam neer. En daarna gaan we exporteren. Exporteren in Colada. Colada is de vorm die we moeten hebben voor de VR game. We drukken op export. En daarna gaan we uh, even wachten. Op dat moment moeten we hier nog even oké okay geven. Dan lijkt er niks te gebeuren, maar dan komt er dus een download binnen. Dat kan even duren. Je downloadt het bestand. Dit is nog een zip-bestand, kijk maar. En dat zip-bestand dat moeten we nog even uitpakken. Dus je pakt dus het bestand erbij. Je ziet dit is het zip-bestand. Alles uitpakken in dezelfde map eigenlijk, eenzelfde soort map. En op dat moment heb je in dat kleine mapje heb je al je materialen staan die je gebruikt hebt. En in de andere dat is je uh, huis. Die plaats ik even bij elkaar in dat ene mapje. En op dat moment kan ik namelijk dit mapje een naam geven, die ik straks makkelijk kan terugvinden. Dus die geef ik even de naam: Huis VR Verlaak. En deze map, die gaan we op het stikje zetten waarmee ik naar de VR-computer kan. Succes ermee!